Een oude stuurman voelt zich nog altijd maar het beste achter zijn roer. Is mijn ontslag. Mag ik misschien ook weten waarom? Omdat ik er meer dan genoeg van heb. Omdat Marlies je nieuwe hoofdredacteur wordt. Omdat ik geen opleidingsinstituut ben. Ik wil gewoon achter het nieuws aan. Verhalen schrijven, voor de rest helemaal niets. Ik heb er absoluut geen zin in om nog een keer in een van de veelbelovend talentje op te gaan leiden. En een beetje bij te sturen. De benoeming van Marlies is maar tijdelijk. Een proef. Ik had ook kunnen vergeten dat ze een moerman was. Natuurlijk, voorbestemd om leiding te geven. Is niet door God zelf, dan wel door zijn handlanger hier op aarde. Misschien bevalt het Marlies helemaal niet. En wil ze weer terug, achter het nieuws aan. Verhalen schrijven. Een moerman die opgeeft? En waarom niet? Die mogelijkheid hebben we opengelaten. Dat was de afspraak. Wij hebben afgesproken dat ik ongestoord coverstories zou kunnen schrijven. Die afspraak blijft. Ongestoord? Soms loopt het in het leven anders dan we hadden voorzien of gewenst. Het is voor mij onmogelijk om nog langer te werken voor de ster. En daarom vertrek ik. Adieu. Het zij zo. Het is zo. Dankjewel. Ik heb een aardig nieuwtje voor je. Er komt een nieuwe talkshow op televisie. Nog één? Je zou eens bij de proefopnames moeten gaan kijken. Waarom zou ik? Omdat de presentator je zal interesseren. Nee? Dat is niemand minder dan Berend van Zuylen. Wat? Echt? Mijn berichten ooit niet echt. Zak! Marlies, dit is Jenny. Jenny? Ja. Ja, Jenny de Vries. Ik kom hier werken. Ah, ik ben Marlies Moerman. Hallo Jenny, leuk dat je er bent. Hey, hallo. De nieuwe leerlingen. Ja. Jan Roosma. Jenny de Vries. Ik neem er wel over. Je doet maar. Ik moest me melden bij meneer Van Rozenburg. Tja, maar die werkt hier niet meer. Oh. Kuiper. Jenny de Vries. Ze kan het beste met de rubrieken beginnen. Hm? Oh, u bent de nieuwe hoofdredacteur. Nee, die is er nog niet. Kom, ik zal je bureau wijzen. Oh, dit is Harm van Echtel. Jenny de Vries. Tom ter Voort. Dag. Jenny Welkom. De Vries. En je bureau. Ja, ik heb eventueel nog wel andere affiches voor je, als je wilt. Nou. Oh, sorry. Meneer Moerman, dit is Jenny de Vries, onze nieuwe leerling. Dag, Jenny de Vries. Dag, Jenny. Nou, welkom op de ster. Dank u wel. Nou, nog een nieuwe hoofdredacteur en we zijn weer compleet. Ja, daar wou ik het juist over hebben. Als jullie allemaal even willen luisteren. Aanvankelijk was ik van plan de functie van directeur opnieuw te combineren met het hoofdredacteurschap. Maar dat plan is afgekeurd door mijn artsen. Oude mensen houden van tradities. Daarom doet het mij een groot genoegen jullie mede te kunnen delen dat onder voorbehoud van petities wederzijds en voor een proeftijd van 3 maanden ik tot tijdelijk hoofdredacteur heb benoemd Marlies Moerman. Nou, dat lijkt mij een uitstekend idee. Goed. Hey, van harte. Gefeliciteerd. Zet hem op. Hè. Prima, mate. Chief. Nou, je hoort het, hè? Iedereen is blij met je. Kom. Nou, cover talk dan maar, hè? Ja, ja. Nou, ja. Is er wel een cover? Luister, buitenland heeft altijd een cover. En jullie? Ja, misschien. Ik ben bezig met een verhaal over
behandel in persoonsgegevens. Maar of ik dat rondkrijg, dat weet ik niet. Waar is Berend eigenlijk? Ja, moet ik dat weten? Kunnen we even praten? Natuurlijk. Dennis! En hoe zit dat met Berend? Zijn ontslagbrief. De tweede binnen een half jaar. De eerste heb ik ook maar even hier laten zitten. Dit keer is het anders. Hier. We moeten door. Onze lezers hebben geen boodschap. Oh, spoedopdracht. Dankjewel. Ook weg. Wie? Jan Roosma. Aangezien ik onder de nieuwe hoofdredacteur mijn functie niet naar behoren zal kunnen vervullen. Ik geloof niet dat het zo'n ramp is. Oh nee? Berend weg, Jan Roosma weg, Armand weg, Herman de Graaf dood, Kitty van Doorn dood. En de enige die we ervoor terug hebben gekregen is Jenny. Verdwaald? Misschien. Ben je nieuw hier? Als ik ja zeg. Ah, je gaat programma's maken. Ja, maar wel op een hele andere manier. Ja, dat zeggen ze allemaal. Op het nieuws, achter het nieuws, indringende vragen, harde interviews. En wat stelt het voor? Auto's, kroketten. Die kun je aanraken, daar heb je nog wat aan. Met dit? En ik moet het nog mooi uitlichten ook. Inderdaad. Nou, ik heb ze afgebeld hoor. Kon nog net. Mooi. Kunnen we nu weer gaan uitpakken? Ik denk dat hier de koffiespullen in zitten, ja. Die verhuizer kan nog schade claimen ook, omdat we hem zo laat hebben afgebeld. We hoorden het echt pas op het allerlaatste moment. Maar we hebben toch wetten? Een werkgever mag geen kandidaat weigeren op grond van huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid. Ik ben heteroseksueel, keurig getrouwd, ben nog blank ook. En er was geen betere kandidaat? Ze hadden me zelfs al helemaal rondgeleid en me voorgesteld als de nieuwe personeelschef. Ze wilden me dolgraag hebben. Nou, u ziet het. Wat stond er eigenlijk in die brief? Dat het hun speet, maar dat ze bij nader inzien toch hadden moeten besluiten om van samenwerking af te zien. Ze geven geen reden. Daar mocht ik naar raden. Wat denkt u dat de reden is? Misbruik van persoonsgegevens. Wat gaat u nou doen? Ik ga de baan claimen. Ik heb uren aan de telefoon gezeten en allerlei relaties opgebeld om erachter te komen wat er nou eigenlijk aan de hand was. En nu weet ik de reden. Ik ben een emotioneel risico. Hoezo? Ja, hoezo? Twintig jaar geleden liep mijn eerste huwelijk stuk. De reden doet het nou niet toe, maar in ieder geval, ik was er kapot van. Ik was dan 25 jaar. Ik heb toen 5 dagen in een psychiatrische inrichting doorgebracht. En dat kost me nu die baan. Weet u dat zeker? Heeft u wel eens van de WIS gehoord? Nee. Nee, ik ook niet tot op heden. De WIS is de werkgeversinformatieservice. En wat ze doen, dat is inlichtingen verzamelen over personen. Klinkt Orwelliaans. Ja, alles wordt vastgelegd. Als je een huis koopt, of een baby krijgt, of een auto huurt. Alles komt in die computers en gaat er nooit meer uit. Blijft erin zitten, voor eeuwig. Ooit de deurwaarder aan de deur gaat?
Of je nou weigerde te betalen of omdat je niet kon betalen omdat je toevallig met vakantie was. Daar houdt de computer geen rekening mee. Als je één keer te maken hebt gehad met de deurwaarder, dan blijf je je leven lang een financieel risico. Eenmaal 5 dagen uitgerust in een inrichting en je blijft je leven lang gek. Koffie. Zo. Ja, maar die man van Philips, die wil ik niet. Ik zou hem zelf mogen uitkiezen. Of haar. Vanzelfsprekend, dat was de afspraak. Geen haar, ik ben niet zo goed met vrouwen, daar begin ik absoluut niet aan. Ja, maar zo langzamerhand moeten we wel eens weten wie je dan werkelijk wil. Nou, ik laat je wel bij Thijs weten, John. En niet zo binnensmonds, Berend, een beetje duidelijk praten. Hm? Oké. Okay. Dag. Nee, u begrijpt mij verkeerd. Het gaat mij om de drijfveer. Ik ben alleen geïnteresseerd in het motief. Ik zoek de kern van de zaak. Jij moet wel duidelijk spreken. Waarom wordt iemand nu nog missionaris? Nou, wees nou eerlijk. Waarom word je nu tandarts? Nee. U bent minister van Justitie, ik niet. Haha. Hoi. Ik hoor dat je televisiester wordt. Heb je druk? Gaat wel. Zou je hem wel even binnen kunnen vragen? Sorry. Ik moet een ster maken en ik heb geen mensen meer. Ik heb een verhaal waar ik geen greep op krijg. Ja, jij bent hoofdredacteur. Is dat wat je dwars zit? In een paar maanden tijd ben ik 2 van mijn partners kwijtgeraakt. Eerst Herman en nu jij. Dat van Herman was onherroepelijk. En dat van jou niet? Nee, jij bent een moerman, hè? Voorbestemd om leiding te geven. Nou, je hebt de top bereikt. Gefeliciteerd. Je vergist je verschrikkelijk. Zeker, ja. Ja. Ik dacht dat jij mijn maatje was, maar je hebt alleen gebruikt. Dat is niet waar. Pas op, stapje. Dat is niet waar. Nee, natuurlijk niet. Ik mag je erg graag. Natuurlijk. Oh, wat had ik dan moeten doen? Om jou nee zeggen, had je dat gewild? Donder toch op. Ik geloof niet dat ik het ben die moet kiezen. Niet op de verkeerde stoel. Oh, als ik daar ga zitten, is die helemaal zo leeg. Was het wat? Oh ja. Oh, met Marlies. Zeg, heb jij tijd voor een klusje? Nou, anders weet ik het ook niet meer hoor. Kom je dan even naar beneden? Heel graag. Hoewel ik het natuurlijk hondsbrutaal blijf vinden om een oude redacteur als ik op het verslaggeverspad te sturen. Als je geweigerd had, had ik je ontslagen. Nou, let op. Meneer Frans Haverkamp. 59 jaar. Vaste baan, goed salaris en die wil een huis kopen. En die vraagt een hypotheek aan van 200.000 gulden. Maar hij krijgt hem niet. Nee, hij krijgt hem niet. En waarom niet? Omdat er aan die hypotheek een levensverzekering zit gekoppeld. Maar dat is toch gebruikelijk? Dat is gebruikelijk, ja. Kijk eens hoor. Nog iemand die op een verkeerde stoel gaat zitten? Ja, we leven onder een nieuw schrikbewind. Op straffen van ontslag. De directeur kan ze niet ontslaan. Maar wel aan het werk zetten. Zeg,
Even het verhaal van Hans afluisteren. Grote probleem. Dat was een klein gezwelletje aan zijn neus. Het heeft hij ongeveer een jaar geleden laten weghalen. De hele familie natuurlijk in de rats of het goed aardig of kwaadaardig zou zijn. Niets aan de hand, zei het lab. Grote opluchting dus bij iedereen. Ja, behalve bij de bank. Hij kreeg geen hypotheek. Waar hebben jullie het over? Wij zijn bezig met een verhaal over die handel in persoonsgegevens. Er is een computer die uit andere computers persoonsgegevens zuigt. Dus die firma die heeft wel die operatie achterhaald, maar niet de uitslag van het lab. Juist. En zo ben je plotseling en ineens een medisch risico geworden. Krijg je geen levensverzekering en geen hypotheek. Werk jij dat uit, Hans? Jazeker. Ik had nooit durven dromen dat jij en ik nog eens samen aan de dubbelbureaus van de sterverslaggevers zouden zitten. Nou, ik heb eigenlijk meer een acteur nodig. In de rol van gewetenloze werkgever. Nou, mijn favoriete rol. Ik hoop dat je nog weet hoe het moet. Niemand vergeet ooit waar hij de strijd bij begraven heeft. Goedemorgen. Mijn naam is Moerman. Ah, meneer Moerman. Meneer Graham verwacht u. Als u hier de gang uitloopt, dan is het aan het eind. U loopt er zo tegenaan. Dank u. Wilt u straks een kopje koffie? Heel graag. Ah. Ik ben de spin en dit is het web. Jack Graham. Moerman. Ja. Ik begrijp dat dit de moderne versie is van de privédetective. Zo kunt u het noemen. Hm. Mag ik u vragen, wie heeft ons aanbevolen? Van Lierop. Van Soap. Ah, van Lierop. Mm-hmm. Wat kunnen we voor u doen? Stel dat ik iemand op het oog heb voor een sleutelpositie in een bedrijf dat ik ga overnemen. Voordat ik zo iemand aanstel, wil ik toch wel graag weten wat voor vlees ik in de kuip heb. Dat is in principe geen probleem. Nee? Nee. Zo. Ik kan dus alles over hem te weten komen. Alles, behalve zijn gedachten. Hoewel we het meeste daarvan ook wel kunnen herleiden. Hoe doet u dat? Voor een volledig dossier werken wij gewoonlijk met wat we de 5 Q's noemen. Shall I show you? Als dat kan, graag. Right. Daarmee dekken we de gezondheidstoestand. De erfelijke aanleg. Dat is het somacociënt, het karakter, de intelligentie en de sociale status. Hoe komt u aan al die gegevens? Voor een deel is dat het geheim van de smid. Zo, u spreekt goed Nederlands. Thank you. Heel veel gegevens zijn openbaar. Die kunnen wij zo binnenhalen met onze computers. En verder hebben wij ons netwerk van informanten. Gluurders? Computermensen. U zult verbaasd staan over hoe zorgloos de meeste bedrijven hun gegevens in de computer stoppen. Alsof niemand ze eruit zou kunnen halen. En hoe voorkomt u dat uw gegevens in verkeerde handen vallen? Onze computers zijn uiteraard wel goed beveiligd. Ik ben de enige die toegang tot de gegevens heeft. En iedere maand verander ik het password. Password? Password. Nou, u ziet, zelfs mij laat hij niet zomaar toe. Noem maar een naam. Een willekeurige naam? Hij moet natuurlijk wel bestaan. Berend van Zuilen. Berend. Hoe spel je van Zuilen? Z-U-I-L-E-N.
Dat is hem. Mooi. Dan kunnen we de 5 Q's oproepen en kijken wat wij van hem hebben. Mm-hmm. Welke Q wilt u het eerst inzien? G. Gezondheid. Jack, we hebben een storing hier. Kun je even komen? Will you excuse me? 1 minuutje? Die computers, wat denk je zou er allemaal als ik dat nog kunnen leren allemaal? Wilt u melk en suiker? Alleen suiker graag. Nou, les best. Dat hopen we dan maar. Contact. Jongen, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dat is niks bijzonders. Dus iedereen zou er zomaar in kunnen? Ja, alleen als je een paspoort hebt. Paspoort, maar dat heb ik. Dat heb ik ook toevallig. Alsjeblieft. Wat kan? Scotch? Drankennamen. Het waren allemaal drankennamen. Ja, maar alle kansen daarna 3 keer uitgemikt worden. Bier. Pils. Nee, nee, nee. Wijn. Champagne. Nee, 7. Hij drukte 7 letters in. 7 letters. Een drankennaam van 7 letters. Jenever. Bourbon. Bourbon, dat was het. B-O-U-R-B-O-N. Zeker weten? Ja. Berend Johan van Zuilen. Dat is hem. Nu de Q's. Nu de G, de eerste, gezondheid. En nou? Ga eens opzij. Alsjeblieft. Hallo, die weet echt alles. En die internist had het met mij over de eet van Hippocrates. Spoedopname. Wist jij dat? Big Brother zegt het toch? Een B15, wat zou dat betekenen? Ik ga nog even op stap. Ja. Dennis en ik neuzen nog even verder bij Wies. Mm-hmm. B15. Het kan van alles zijn. Nou, laten we alles dan maar eens proberen, hè? Ja. Ik heb u kort geleden opgebeld om te informeren naar de gezondheidstoestand van een van mijn medewerkers. En toen had u het, meen ik, over Hippocrates. Ja, gegevens over patiënten zijn geheim. Dat dacht ik ook altijd, maar dat schijnt niet meer zo te zijn. U moet zich vergissen, meneer Moorman. Kijk, er verandert veel in de medische wereld, maar niet de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. Hoe geheim zijn die gegevens? Ik bedoel, wie krijgt ze behalve u nog meer onder ogen? Niemand. Het is geclassificeerd materiaal. Nou, uw secretaresse? Uiteraard, maar die bergt ze op. Ah, achter slot en grendel. Dat zou niet erg praktisch zijn, maar in principe ja, achter slot en grendel. In de computer? Een zeker deel. Welk deel? U verwacht toch na afloop van een consult van rekening te krijgen? Oh, dat deel heeft u dus geautomatiseerd? Ja, daar zijn speciale bedrijfjes voor, die regelen alles sneller, beter en goedkoper dan wij het zouden kunnen. Eens per week wordt de computer geleegd en de volgende dag gaan de rekeningen al de deur uit. Ideaal. Kent u toevallig de naam van dat bedrijf? Medic mail of zoiets. Mijn secretaresse die weet dat wel. Ah, dan zal ik het haar vragen. U had verder geen klachten, meneer Moerman? Nee, ik voel me zo gezond als een vis. Oh, nou, dat hoor ik niet vaak. Ik heb dat Mars-verhaal klaar. Mooi. Ik heb nog zo'n firma voor je opgeduikeld.
Die werkt voor kredietmaatschappijen, autofinanciering, dat soort zaken. Alles zo'n beetje op het randje van wat mag en wat niet mag. Ja, het liefst er een beetje overheen natuurlijk. Hè. Je weet niet half wat ze allemaal van jou en mijn koopgewoontes afweten. Ik ben blij dat jullie allemaal overuren willen maken. We moeten het schip in de vaart houden. Hm? Ik heb hem. B15. Ermelo. Ja. Fantastisch, Dennis. Schrijf je het allemaal voor me op, Hans? Het ligt al op je bureau. Dankjewel. Is hij hier nog geweest? Wie? Alleen geen 10 dagen meer. Gaat er een beetje? Ik weet niet wat ik moet doen. Is het zo erg? Het is heus niet alleen Berend, hoor. Ik ben met de ster opgescheept en we doen allemaal alsof het prima gaat. En we weten allemaal dat het niet gaat. Als ik kon schrijven, dan zou ik je helpen. En dan zou ik nog leuke verhalen voor je hebben ook. En al die mensen die hun hart komen uitstorten bij jou. Heel wat mensen zitten in de knoop met zichzelf. Omdat ze te trots zijn om die knoop eruit te halen. Of het een ander te laten doen. Maar ik heb altijd gedacht dat jij er niet bij wilde. Wat moet ik dan doen? Die knoop eruit halen. Dat is een mooi advies voor mij, Riksdaal. Gratis. Kan ik u helpen? Ah, dag mevrouw, ik kom voor Medic Disc. Die is er niet. Wanneer komt die terug? Mijn zoon heeft de hele schuur vol met computers staan. Maar zelf is hij de halve tijd bezig met zijn hobby. Bent u een klant van hem? Ik zou hem graag even willen spreken. Sinds zijn vader er niet meer is, doet meneer alleen nog maar wat hij zelf belieft. Ah, ik mag het niet mopperen. Hij brengt tenminste nog wat geld binnen. Kunt u mij zeggen waar ik hem wel kan vinden? Onder de motorkap van dat monster van hem natuurlijk. Waar anders? Nou? Fantastisch. Dat is een Oldsmobile 1973. 5,7 liter motor, 8 cilinders. Ga ze hier zitten. Ja, een beetje meer rechtop. Kan je goed zien. Ja, hoi. Kom je aan zo'n paleis? Gewoon gekocht op een veiling. Lijkt me wel een dure hobby. Wow. Alleen die benzine al. Hoeveel rijdt die? 1 op 5. Verdien jij zoveel? Dat valt wel mee. Mooi. Jij bent toch van Medic Disc? Nee, Medic Disc is van mij. Volgens je moeder ben je drukker met deze hobby. Moeders? Die snappen niks van computers. Computers doen het werk zelf. Als je ze eenmaal op het goede spoor hebt gezet natuurlijk. Van persoonsgegevens. Hoezo? Daar handel jij toch in? Waar haal je dat vandaan? En volgens mij nog behoorlijk lucratief ook. Jij komt helemaal niet voor een reportage over oldtimers, hè? Jij verkoopt al die persoonsgegevens door aan Wis, hè? Toch? Geef hier dat ding. Hé, hey, geef terug! Geef me kamer achter! Hier! Geef me kamer achter! Takkenwijs! Geef me kamer terug! Waar ben jij, Berend van Zuilen? Nee, dat is later, dat doet dat. Nou... Maria, iets hij staat links. Stijf van de ja, zenuwen. Oké. Okay. Karim, ja, prima. Goed, startband. Ja. Attentie, we starten de banden. Ja, band loopt. 10 seconden naar nu. 9, 8, 7, 6,
5. Hoe is dat opkomen bij jou als eerste? Vast. 3, 2, 1. Muziek. Lichtveet. Tekst. Dit is de Olympus, waar vroeger de Griekse goden neerkeken op het aardse krakeel. Nu is het de plaats voor een stevig gesprek tussen de goden en godjes van deze tijd. Op weg naar onze Olympus, om wijs te worden uit wat echt is of vals. En veet. Presentator Berend van Zuiden. Applaus. Goedenavond. Goedenavond. U bent nogal wat van plan. Hoe bedoelt u? Nou, ik hoor dat u gaat uitmaken wat goed of vals is. Bent u daar bang voor dan? Een zuiver hart vreest geen kastijding. U citeert graag antieke teksten? Ja, ik lees graag in het Oude Testament. Is dat het enige wat u leest? Shakespeare mag ik ook graag lezen. Bedoelt u daarmee dat u minder gecharmeerd bent van moderne schrijvers? Nee, ik bedoel alleen maar dat ik een oude man ben. En dat een oude man houdt van oude schoenen. En van zijn eigen oude fauteuil. Ja, ik vergeet bijna mijn gast van vanavond aan u voor te stellen. Cornelius Moerman. Cornelius Moerman, dames en heren, werd geboren in 1921... en komt uit een zeer degelijk geslacht van politieke en maatschappelijke voormannen... die ijverden voor sociale en geestelijke veranderingen. Hij zelf besloot echter journalist te worden. Waarom eigenlijk? Om iets na te laten. Kilroy was hier. Ingmar Bergman vergeleken nou mensen wel eens met een ui. Dan maar stoppen. Ach, laat hem maar gaan. Guus, hou vast, let op, kom laat. Wim, hij komt straks. Maria. Waarheid. Ja, waarom gaat u niet zitten? Ja. Goed. Even kijken dan. Hebben ze nou weer uitgevreten? Nee, het gaat om Annie. Deze dame heeft een klacht. Is die thuis? Nee. Kom nou, Nelly. Het heeft toch geen zin om de boel tegen te werken? Ik zeg toch dat hij niet thuis is? Hij is al vroeg weggegaan. Wanneer komt hij terug? Ik kan je niet helpen. Mag ik even binnenkijken? Er is sprake van. Waarom niet? Ik hoef geen politie over de vloer. En ik heb rechten. Net zoals iedereen. Heb je een huiszoekingsbevel? Nee, mevrouw wil even met hem spreken. Oh, en heeft ze daar de politie bij nodig? Ja, uw zoon heeft mijn camera afgepakt. Nou, dan zal hij daar wel een reden voor hebben. Hoe dan ook, hij is er niet. Kan ik even in zijn kantoor kijken? Vergeet het maar. Anders nog wat? De groeten dan. Het is anders zo kwaad niet, hoor. Ik zit overal alleen voor mijn 3 kinderen. Komt die Ernie eigenlijk aan die computerwijsheid? Moet je mij niet vragen. Ernie is een eigenaardige jongen, maar hij heeft hersens. Voor zo'n huiszoekingsbevel moet ik naar de kantonrechter in Harderwijk. Dat zal wel een paar dagen duren. Als ik Ernie tegenkom, dan praat ik zelf wel eens even met hem. Ja? Bedankt, hè. Je hoeft er van mij niet van door te gaan, hoor, als je niks op je geweten hebt. Deze dame heeft een klacht. Waarom? Omdat ik niet op de foto wil? Geef me eerst mijn camera maar terug. De klacht was dat je er hebt gemolesteerd. En heeft ze daar getuigen van? Ik wou alleen niet op die foto. Niemand kan me dat toe dwingen, daar hebben we privacywetten voor. Oh, nou, daar trek jij je anders weinig van aan. Ja, of wou je soms beweren dat je geen medische gegevens over mensen verkoopt? Ik heb een volkomen legaal eigen bedrijfje en dat weet agent Wouters ook. Waarom wil je er dan niet over praten? Omdat ik geen behoefte heb aan reclame. Mijn klanten komen vanzelf wel. Ja,
En in dit land kan gelukkig niemand je verplichten om met journalisten te praten. Is er verder nog wat? Dan ga ik nu maar weer naar mijn werk. Hé, waar is mijn film? Er zit er geen film in. Goh, dan hebben we dus helemaal voor niks ruzies te maken. Nou, mevrouw, u hebt uw camera terug. Ik weet niet of u nog een officiële klacht wil indienen. Nou, dat heeft weinig zin, denk ik, hè? Nou, ik weet niet van die film. Maar hij heeft wel gelijk voor de wet. Niemand kan ontdekken om op de foto te gaan of om met u te praten. In ieder geval bedankt, hè? Nou, dat is wel goed, hoor. Het schiet alleen geen steek op met mijn verhaal. Nee, je krijgt niks cadeau in dit leven. Ja. Sorry. Ja, mensen lachen erom, ja. Kijk, maar het bijzondere van een cliché is dat het altijd waar is. Namelijk dat soort waarheid dat zo algemeen en zo fundamenteel is, dat het vanzelf een cliché wordt. Het kan geen kwaad en het is niet onverstandig om af en toe om de waarheid te lachen. Wat was voor u de zin van de journalistiek? De mens te laten zien. En niet alleen de mens op zijn zondags, maar de mens in al zijn doen en laten. In alles wat hij doormaakt, onder alle denkbare omstandigheden. Maar daarmee bent u opgehouden. Interesseerde de mens u niet meer? O, jawel. Ik kan hem alleen niet meer zo goed bijhouden. U was hoofdredacteur van een weekblad dat nogal in aanzien stond. U was daar zelfs eigenaar van. Dat bent u trouwens nog steeds. Was dat niet een ideale positie? U heeft het nu over macht. Ja, ik vraag me altijd af, waarom wordt iemand priester of tandarts of minister-president? Ja, ik denk dat macht een hele belangrijke factor is. Net als hebzucht of seks, ijdelheid of simpele overlevingsdrang. Wacht even. U heeft destijds uzelf aangesteld als hoofdredacteur. Mm-hmm. Net zoals u kort geleden besloot er weer mee op te houden en alleen maar als directeur aan te blijven. Mm-hmm. Ik bedoel daarmee, daar kwam geen redactiestatuut aan te pas. Geen sollicitatieprocedure, geen democratische besluitvorming. Als ik niet overtuigd was geweest van mijn eigen kwaliteiten... Of hoogmoed? Ja. Een creatief iemand zou eigenlijk nooit bang moeten zijn... of zich moeten schamen voor zijn eigen gedrag. Wat is dat tegen enig zelfvertrouwen? U mag dat hoogmoed noemen. Ik ken het Nieuwe Testament niet helemaal uit mijn hoofd... maar er staat daar ergens geschreven... Hebt u naaste lief als uzelf. Het christendom legt het accent meestal op de naaste, maar het betekent natuurlijk ook dat je jezelf mag liefhebben of misschien wel moet liefhebben. Goedemiddag, er is een proefopname aan de gang van een nieuwe talkshow. Olympus? Ja. Dat is in Studio 3. Ah, maar je kunt er nu niet in hoor. Ik kijk wel even. Een schrijver heeft drie bronnen. Zijn waarneming, zijn levenservaring en zijn fantasie. En niemand weet waar die vandaan komt. Er zijn geloof ik maar 13 manieren waarop je iemand kan vermoorden. Maar er zijn intussen wel 3 miljoen boeken over geschreven. Wat doet opa hier? 300.000 films aangewerkt. De directeur is de en die begon nu een beetje te verstelen. Nodig heeft van de hoofdredactie. Ik heb ze niet allemaal gezien en gelezen. Maar ik heb wel onlangs door de nood gedwongen een duikje genomen in de praktische journalistiek. Een verhaal over de illegale handel in persoonsgegevens. Ja. Dit wordt toch niet morgen uitgezonden, hè? Nee, toch? Nee. Nee, ik zou niet graag een mooi verhaal kwijtraken, een exclusief verhaal. Beschouwt u zichzelf als exclusief? Karin Vast, kom je. Maar natuurlijk. 2. Er is toch geen blad aan de boom gelijk aan een ander? Ja, maar beschouwt u zichzelf als een mens dat zich meer kan permitteren dan een ander? Ik begrijp niet goed waar u heen wilt. U benoemt zichzelf tot hoofdredacteur. Treedt op eigen houtje weer af. Stelt u zelf aan als directeur, maar blijft u continu bemoeien met de redactie en de inhoud van uw blad. U beslist welk verhaal er wel of niet in komt. En tenslotte benoemt u ook nog uw eigen kleindochter tot hoofdredacteur. Het klinkt mij in de oren als... iets uit de vorige eeuw. Wacht even, voordat u mij van nepotisme beschuldigt... verzeker ik u dat ik bij de benoeming van mijn kleindochter... de scherpste criteria heb aangelegd wat betreft kwaliteit,
en geschiktheid. Zonder daarbij te luisteren naar de mening of het oordeel van wie dan ook. Dat is juist. Daaraan had u geen behoefte. Misschien ben ik een dinosaurus. Een uitstervend ras. Maar ik heb geleerd op mijn eigen oordeel te vertrouwen. Straks noemt u mij nog een anarchist. Nou, de essentie van anarchie is eigen belang. Dat het belang of de vrijheid van anderen schaadt. Komt dat niet een beetje in de buurt van het christendom? Jazeker. Alleen, het christendom heeft, althans wat mij betreft, een extra dimensie. Namelijk die van de bron, de weg en het einddoel. Met z'n allen op weg naar het paradijs. Oh, ik heb nog een ander citaat voor u. Het paradijs is in u en om u. Hij blijft maar doorgaan. Ja. Dat is jouw man, hè? Als we het hier niet waar maken, dan zullen we het daar ook niet vinden. Je bent inderdaad dol op citaten. Maar dat komt misschien omdat anderen het zoveel beter hebben geformuleerd dan ik. Hey, dank u voor dit gesprek. Dank u wel. Gelukkig. En Q-aftiteling. Start muziek. 58 minuten en 20 seconden. Nou, dat is niet gek voor een half uur zo. Je was niet altijd even aardig tegen mij. Haast om maar schijn. Ja. Alles is hier glitter en schijn. Is dat nou wat je leuk vindt? Dank u. Nou, dat was toch fantastisch. Iets drinken, meneer Moerman? Cognacje graag. Ach, Wilma, breng jij meneer even naar het restaurant. Wij komen zo. Ja? Dag. En? Nou, dat ging heel goed voor de eerste keer. Maar je hebt geen van die voorbereide vragen gebruikt. Nee. Nou, waarom niet? Er zitten hele goede bij. Gewoon, ja, gedacht. Ja, maar nu heb je die man veel te veel zijn gang laten gaan. Dat doet hij anders ook wel. Ja, maar hier ben jij nu de baas. Hij heeft toch een paar aardige dingen gezegd? Ja, maar het is wel veel te lang geworden. John, telefoon in transito. Ja, ik kom eraan. Maar maak je geen zorgen. Er kunnen hele stukken uit. Ik zie je straks. Ik vond je heel goed. Echt? Jij laat iemand tenminste uitpraten. Hij is veel te lang geworden, ze gaan een hele stuk uitgooien. Dat zal je bij de ster nooit gebeuren. Hoe is het bij jullie? We leven nog. Wat staat er deze week op de cover? Ruimtevaart. Verhaal van Hans. En het verhaal van die persoonsgegevens dan? Het vond de nieuwe hoofdredacteur niet zo'n goed idee. Nou, ze kregen het niet rond. In de eentje. Ik heb je wel gemist. Ik jou ook. Berend, neergedaald van de Olympus? Ik wil mijn ontslagbrief terug. Groot gelijk. Hoewel het niet zo leuk zou zijn in mijn eentje. Je bedoelt zonder Marlies? Ze werd steeds beter.
Nou, dan heb ik een heel leuk nieuwtje voor je. Marlies ziet af van het hoofdredacteurschap. Je hebt het niet eens opengemaakt. Ik heb wel heel even getwijfeld. Het is toch alleen maar glitter en schijn. Steeds vaker op de cover. Oh, Hans, als dan mij lag. Hans? Ja? Of je even boven wil komen. Bij meneer Moerman? Oh. Een zuiver hart vreest geen kastijding. Misschien krijg je opslag. Hé, hey, Berend. Hey, Hans. Op bezoek? Ik trek weer bij jullie in. Hé, hey, televisiester. Hoi, joh. Oh, dat doen jullie weer helemaal verkeerd. Ja, daarom hebben we jou ook weer in dienst genomen natuurlijk, hè. Zeg, hey, ik heb hier... Ik kan wel even wachten. Nou, nee, niet als we hier volgende week mee op de cover willen. Ik heb hier een aanbieding van de bank, dat lijkt me wel wat. Een happy hour met champagne, met in het glas van de dame een steentje... dat wel eens een diamant zou kunnen zijn. Nadat u zich op uw riante tweepersoonskamer heeft kunnen verfrissen... biedt het Viersterren Hotel u een gastronomisch buffet aan. En dan... ja... Er is wel een partner nodig. Zou Jenny er iets voor voelen? Als je het maar laat, hè? En die tweepersoonskamer? Zie ik nergens staan? Nou, dat is nou een journalist van een beetje fantasie. Een avondjurk kopen.